U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over het zuiden van het land trekken wat dikkere sluierwolken. Over het noorden, wat vriendelijke stapelwolken. Met heel lokaal misschien toch een licht buitje. En dan zijn ze even wat minder vriendelijk. Maar het stelt allemaal niet heel veel voor. De zon schijnt ook regelmatig tussen die wolken door. En vanochtend is de graad of 10. Vanmiddag loopt de temperatuur langzaam op, naar 11 tot 13 graden. In het zuiden blijft bewolking vrij hardnekkig, met name dus weer die hoge sluierwolken. En in het midden en noorden schijnt de zon vaker. Matige wind uit de noordelijke richting. En vanavond verandert er ook niet heel veel. Mogelijk nog steeds een enkel lichtbuitje in het noorden, maar verder is het droog. En we hebben opklaringen 10 graden op de thermometers. Morgen is dan een dag met droog weer. De wind begint geleidelijk te draaien naar het oosten tot noordoosten. Het wordt 11 tot 14 graden. Heel misschien 15 in het zuidoosten. En de zon schijnt van tijd tot tijd. Het blijft in elk geval droog. Dat lukt zondag niet. Dan trekken de wolken over met regen. Misschien later op de dag in het zuidwesten een opklaring. Maandag is het dan weer droger. Dinsdag weer een stuk natter. Dan zijn de wolken weer dikker. En dan hebben we te maken met temperaturen die inmiddels opgelopen zijn naar 16 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.